En dat was de sublieme song You'll Never Walk Alone, die men zelfs soms nu vanuit tribunes naast voetbalvelden hoort opklinken. Eerst werd het gespeeld hier op dit orgeltje door Paul van Riel, die een orgelbouwer is en bovendien, zoals men dat in technische termen zegt, de partituur zelf heeft gekapt. De melodie, dames en heren, werd geschreven door het zeer succesrijke duo Rodgers en Hammerstein, die wel altijd zullen bekend blijven wegens hun musicals, die trouwens verfilmd zijn, Oklahoma en Carousel. Sommigen onder u zullen zich misschien nog wel herinneren dat die Carousel een van de successtukken was en ook een van de kassuccessen tijdens onze Expo 58 in Brussel. You'll Never Walk Alone is een lied van hoop en van moed dat wij met het orkest vanavond gaarne opdragen aan het Roemeense volk, dat eindelijk terug wat licht in de duisternis ziet opdagen. Het Roemeense volk dat opnieuw mag hopen op vrijheid, op wat meer welstand en op wat menselijk geluk. Menselijk geluk, dat is het, dames en heren, wat al de leden van het orkest, haar dirigent, de solisten, ikzelf en de BRT u van ganser harte toewensen voor het jaar 1990. En ik stel voor dat wij dat nieuwe jaar met veel vertrouwen, ik zou bijna zeggen al dansend, tegemoet treden op de mooie tonen van My Fair Lady van Frederik Luijbe. Christine Kuins, Gino Quilico en het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Vlaanderen onder leiding van Gunther Neuhold nemen nu van u afscheid met het spitante I Could Have Danced All Night. Over een uur gaan we naar Rusland, einde 19e eeuw, waar we de lotgevallen zullen meemaken van dokter Zhivago. En in de nu volgende documentaire, Reis uit de oudheid, draait alles rond het archeologisch onderzoek naar het schip dat ongeveer 1400 jaar voor Christus zonk aan de kust van Zuid-Turkije, het oudste scheepswrak ooit gevonden.